De effecten van de maatregelen van de monetaire autoriteiten met betrekking tot de valutamarkt, dat is de titel van de lezing van de kenniskring die gisteravond gehouden is in het Lalaroek-gebouw. De inleiders waren de econoom Guillermo Samson en Sjaam Binda, voorzitter van de ACMOS. Samson stelde voorop dat de maatregelen van de monetaire autoriteiten niet zullen werken. Ook het seminar van de centrale bank zal volgens hem geen oplossing brengen. Omdat je deze financiële chaos niet met praten oplost, zei hij. Samson is het niet eens met de maatregel dat cambio's alleen via het bankwezen euro's mogen kopen en verkopen. Ik heb inderdaad, want ik heb ook bij de bank gewerkt. En ik heb ook in de jaren 80 gezien waar zelfs directieleden van de bank, als mensen met Nederlandse guldens kwamen, zeiden, ik heb een bankrekening in Nederland, stort voor mij daar. En kom binnen die bank Surinaams geld halen. Ik zal niet de namen maar besparen. Ik ken ze, ik zie ze lopen nog op Netflix. Dus, men gaat dingen doen. En we weten het. Dit land is op het ogenblik door en door corrupt. Het was niet zo corrupt. We hadden corruptie. Maar in die mate die we dit kennen, meneer, het is, heb ik niet eerder verteld. Dat wil zeggen mensen, wat ik wil zeggen is, het zijn wisselkantoren die als partners op de valutamarkt moeten worden beschouwd. Wel toegestaan om de euro op te kopen, maar de verkoop van deze munt is voorbehouden aan de deviezenbanken. Dat zijn de algemene banken. Dat zijn banken die geld mogen creëren. Dus je hebt niks, maar vanuit het niks kan je bank, kan je namelijk via kredieten kan je geld creëren. De laatste tijd gebeurt het heel weinig. Volgens Samson is dit niet de eerste keer dat de regering probeert de koersen in rustiger vaarwater te brengen. De econoom zegt dat het zeker de zesde keer is dat de monetaire autoriteiten maatregelen treffen die achteraf gezien averechts blijken te werken. Samson zijn verklaring voor het redelijk stabiel blijven van de wisselkoersen is dat er te weinig of niet wordt geïmporteerd. Volgens hem lachen de valutabonzen de regering nu uit. Die ze hebben jongsleden is gekomen, lijkt misschien geweldig, maar het zal de koers komend jaar en de maanden daarop verder opdrijven. We komen terug op ons oude en versleten verhaal dat je met de beste maatregelen kan komen, maar nogmaals, zonder productie, en ik hamer vanavond erop, export, dus zonder inkomsten bereik je geen resultaat. Bovendien, nogmaals, er komt vertrouwen bij kijken en dat is er op het ogenblik niet. En dit kan nooit resulteren in gezond maken van de economie. Het plan van de regering om de economie te de-dollariseren, en daar gaan ze valikant in bij het plan van mijn vriend Sjaam Binda, die juist sprak over dollarisatie, en dat is een man in de praktijk. Dat is ook een econoom. En iedere huismoeder is econoom. En je hoeft niet gestudeerd te hebben om bepaalde basisprincipes te begrijpen. Ik zei het toch, met een beetje goede training begrijp je het ineens van het oog. Samson vraagt zich af waar de rest van de obligatielening naartoe is gegaan nadat 300 miljoen is gebruikt om de schuld van staatsolie af te lossen. Guillermo Samson gisteravond tijdens de lezing van de kenniskring over de effecten van de maatregelen met betrekking tot de valutamarkt.